Wat het bijzondere is aan het Bentwoud, is dat we nu eindelijk in een heel nieuw natuurgebied staan. Tot 2000 was alles wat we hier zien, was allemaal akkerland. Totaal hebben we nu 800 hectare nieuw natuurgebied met daarin meer dan 2,5 miljoen bomen en struiken. We hebben hier een hele grote variatie. We hebben open gedeeltes, gesloten gedeeltes, moeraszones, mooie graslanden. En die grote variatie in aanplanten en in landschap zorgt ervoor dat het heel aantrekkelijk is voor heel veel planten en dieren. We staan nu in de moeraszone van het Bentwoud en hier komt misschien wel mijn favoriete bewoner van het Bentwoud voor, de roerdomp. En de roerdomp, nou, dat is een beetje een middelgrote reiger. Hij is bruin en heeft mega schutkleuren waardoor hij heel erg veel bedriet lijkt. En die roerdomp die doet er alles aan om niet gezien te worden. Zo heeft hij een tactiek en dat noemen we de paalhouding. En wat hij dan gaat doen is hij gaat rechtop staan, de kop recht omhoog en zijn snavel recht omhoog. En die ogen die kijken zo recht naar je toe. En als die roerdomp in de paalhouding staat, dan is hij 1-op-1 te vergelijken met het riet. En dan kan je er op 2 meter voorbij lopen zonder dat je hem doorhebt. Andere hele toffe bewoner van het Bentwoud, dat is de bruine kiekendief. Een prachtige, slanke, ranke roofvogel die langzaamaan over de velden glijdt op zoek naar zijn prooi. En die bruine kiekendieven die overwinteren in Afrika en in eind maart, april komen ze terug. En als ze terugkomen, dan geven ze een echt een gigantische show. Die mannetjes, dat zijn echte luchtacrobaten. Wat ze doen, die gaan heel hoog vliegen. En dan lijkt het op een gegeven moment net als ze neergeschoten worden. Dan dwarrelen ze zo helemaal naar beneden. En als ze net bij de grond zijn, dan schieten ze in één keer als een mannen omhoog en dan halen ze hetzelfde tafereel. Ja, dat is wel echt mega spectaculair om te zien. De bald zonder bruine kiekendief. Het leuke aan het Bentwoud en het leuke aan de natuur is dat eigenlijk iedere dag is anders en iedere dag zie je weer nieuwe dingen. Maar als ik een favoriet moment zou moeten kiezen, dan ga ik toch van vroeger in de ochtend en dan in mei. In mei zijn alle broedvogels terug en als je daar 's ochtends vroeg hier aankomt, ik ben een van de eerste in het gebied. Ja, dan hoor je een overweldigend orkest van gigantisch veel verschillende vogels die allemaal tegen elkaar opzingen. Ja, dat is echt schitterend. Echt, daar gaat de kippenvel over je rug.